alvorens we aan de laatste rit kunnen gaan beginnen. Tussen Piotr Krizijak uit Polen in de binnenbaan en Geert Blanchard, een shorttrack schaatser uit België. En dat is niet zomaar een shorttrack schaatser, want Geert Blanchard is een week geleden Europees kampioen indoor shorttrack rijden op de 1500 meter geworden. Met andere woorden, hij weet wat ijs is en hij weet hoe zich daarop voort te bewegen. Alleen hij doet dat op die kleine 111 meter lange binnenbaantjes wat het shorttrack rijden betreft. En dit is natuurlijk heel iets anders. Benieuwd wat Blanchard, die u daar links in uw beeld ziet staan, er hiervan terecht brengt. Jaar geleden dat er voor het laatst een Belg meedeed. Michel Pintz was toen op de deelnemerslijst. En de opening is voor Krizijak in 10.97. Blanchard 11.27. Dit is Piotr Krizijak, 29 jaar. Voor de vijfde keer deelnemer aan een EK. En Blanchard, shorttrack schaatsen kan hij als een van de besten in Europa. Hier komt hij nog veel tekort. 40-67 voor de Pool is redelijk. En wat doet Blanchard? 42.82. Dan hebben we de 500 meter ritten gehad. Terwijl Krizijak gecomplimenteerd wordt met zijn 40-67. En kunnen we zo meteen de balans van die 500 meter op gaan maken. Een balans die, u weet het, gunstig is voor Nederland.